Oostintje zeker. Wist er nog net gek van? Ik reed 5 kilometer te hut op een dik, dus dat je moes voor de auto krijgen is. Ja, wel een bekeuring. 29 euro bal. Hoe bedoelt het voor het zwitten geld? Wat jij dat nou? Waar is de hut erin? De hut? 5 kilometer. Nou komt hij nou de veiligers mee in gevaar? Ja, de hut is de hut. Regels binnen regels. Nou, hier, hier, hem, hier. U is moraalridder. U is veilig iets vanavond. Ja, dat jet het op veiligers. Dat jet stomme jonge speakers. Hij heeft net lezen, dat er 150.000 bekeuringen maken worden van de hut rieden. Ja, dat werd in het vooral bepaald. Ja, en als ze dat nog hebben, dan krijg je persoonlijk midden. Zou de gewone man dan net dwars en verkeerd wijzen, nou, dan werd er wel zo makken. Dag man, meisje net zo droog. De politie is je beste vriend. Oh. Ja, wist die pet past u ook, maar niet heus. Hé, hey, heb je dat ik lezen van uw vrouw uit Holland? Die reed 2 kilometer te hut en kreeg een boete van 28 euro. Nee. Dan was ze ervan zitten omdat ze dat zo schandalig vindt. Nou, dat bedoel ik dus nou. Ze zullen gewoon die minister van Verkeer opsluiten, Matten. En wat vind je van die 30 kilometer boetjes hier in het water? Dat is waardeloos. Jullie zijn samen de hut. De auto is niet slak, dus. Maar als ze geld verdienen willen, dan moeten ze daar controleren. Zo'n geld niet worden. Als ze die 150.000 bom boeten het water net heilig, nou, dan komen ze er gewoon in. Ja. Er is vanzelf maar één manier, beste mensen, om geen bom te krijgen. Ja. Nou. Riet gewoon net uit. Ah, jezus, dit is hier, maar jongen, altijd dat is zeker nooit een hut. Nee, nooit! Nee, nee. Loza. Was de spaker kijk van mij. Men zegt denk ik wel van vieren. Centraal Justitio in Kassenbureau Leeuwarden, mevrouw Theebaas. Hè? Wat hebben ze hier? €63? Alsof het niks is. Hebben ze weer staan fotograferen, die gluiperts? Gluiperts? Ja, die stiekemerts van de politie. Ja, dat gaat jou ook helemaal niks aan. Je hebt te snel gereden, man. Wat dom. Ik zei, dat gaat je niets aan. Blijf dom. Tja, dat je het net zo best doet. Hoe lang is Rosa? Ja, dat weet ik net. Hij kwam op een stuit net thuis en wij ontziekten. En toen vonden we hem in de berm. Maar ja, hoe lang het er derde lijn had, dat weet ik dus net. Ja, hier kom nou een paar uren verder hoor dan. Mevrouw Intema. Je wilde dus net zeggen. Ja, ik ken nooit niet meer voor een waan. De volle bloedverlenen. Ja, een spuitje dan. Oorenoplossing zocht ik net. Het spiekt me. Zo'n verrekkeling. Een hoenoriede, dat kan elke hier nog komen, maar om zo'n beest aan lezen te letten. Dus had ik hem jij gebracht hier? Dan hier nog een kans maken, ja. Ja, nou niet meer. Als ik weet waar dit ding in had, dan. Nou, het is jou. Zul maar uit je lijn verlossen. Wat maakt dat, maat?
Nou, jongen. Nou, jongen. Hé? Oh, die stump. Ha, die Talita. Ik zei ha, die Talita. Want dit is liever mooi net zo maand betekent. Iemand die zo vroeg en zo vrolijk doet, die vertrouw ik niet. Oh, en dat is nog nooit die niet. Ik ben hem onvertrouwd. Nou, dat past in ieder geval beter bij je. Waarom ben je zo vroeg op? Nou, omdat je wat op de fleurie verzelt. Nou, niet nodig. Lukt jou toch niet? Nee, had ik gelijk hoor. De fleur die strielend werd van die Turkse schoonheid af. Ik was vanmorgen al om 4 uur wakker en kon met geen mogelijkheid meer in slaap komen. Oh, kwerenwissen? Kwerenwissen? Moet jij nodig zeggen? Wat hoe ze dan met zitten leren? Nou, iemand die zo nodig zo vroeg zijn auto staat te wassen, die moet toch wel iets weg te wassen hebben? Ah ja, de morgenstond heeft goud in de mond, maar rekken niet. Of mijn oren worden maaslet, die hele dij let. Leuk, hè? Nou, wat zijn we weer lollig. Dan moet er één de lolligste wijzen. Dood best in elk geval net. Waagt het niet, hoor. Lijkt wel bloed. Wat zei je? Ik zei, er zit bloed op je auto en een hele grote deuk. Een doek? Hier lag geen doek, maar toch is zo drie. Zeg een rat in de auto, hoor. Een rat? Heb je jezelf voor de auto gehad? Oké, lieverd. Ja, ik ook van jou, schatje. Kusjes van ons allemaal, hè? Oké, dag. Groetjes van Sjoerd. Vrouw Intema kwam nog wel. Hielendal door stuur. Haar hoen wie onreden. Oh, wat zielig. Onreden, zei ze. Koest nog wat voor hem door? Spuitje, ja. Hoe is dat meer? En hier kan nog wat jeder op het praktiek, hoor. Dan wie er dan misschien nog wat te rijden wist. En de dieder. Terugrijden. Wat gemeen. Een hoen onreden en dan ik naar terugrijden. Wie is de uitreden verzeld? Nou, hoen kunnen soms maar in een oer steken. Ja, precies. Net als ratten. Rotten binnen wetter vlucht, die Jos had net. Honden wel. Maar als je net de hut riet, dan kun je altijd nog op de eten horen. Ja, en dat doe je altijd. Ja, ik riet net de hut. Nooit. Dat zoek ik net van. Ze hebben een oerland controleren. Tja, snelheidscontrole. Laten we daar eens over hebben. Je rijdt ietsjes te hard en gelijk, bam. €63 boete. Alsof het niks kost. Goh, wat weet ze dat dan je gehoord? Ze had zelfs een bekeuring kregen. Cynthia. Oh, en dat mochten wij van zelfs net weten. Stiekem. Ik ken iemand die 's morgens vroeg heel stiekem zijn auto staat te wassen. Wat woont ze dan met zijn leven? Nou, misschien wel iets wegwassen. Sporen of zo van een rattenhondje of zoiets. Is het in de haas? Dat is jou ook. Die moest intensieren. Voor de asielziekers, ook zo wat. Als je een hond voor de auto krijgt, dat is nat tot eronder. Dat kan elke niet gebeuren. Waarom dan trotterrijden als wie er neer het bij de wilde spin normaal? Krijg, als ik ze niet voor de auto krijg. Nou, gewoon trotterrijden. Ja, neem een stapje in het ding. En nou had de grijpskeer. De bedoelst? Nou, met zijn klap ga je grijpskeer een auto. En als je dan net stapje en de eigenaar onsprakelijk stellen, en dan draai je zelf voor de skeer af. Verrek, dat is zo. Maar dit rijden kan je makkelijk ontkennen. Nou, dat zei ze nog wel, hè. Maar ik heb wel eens gehoord dat de politie die kan onder hand van een doeken van sporen op het dik wist zes hoe het dat er rijden is. Nee? Nou, ik had een neef bij de technische recherche, die had me dat wel eens verteld. Conclusie? Mijn zin trorrijden, want te het rijden. Ja. Wat weet wat je best net? Wat wisten wij nou maar wat het best had? Ja, die zou je hem dan wel even nooit zien willen tekenen. Ja. Ja. En wat is het nou dus familie weer? Ik bedoel, die zoon of dochter begliks. Ach, gewoon zijn die dorsoks net. Krijg nee. Die dorsoks net. Oh nee, die dorsoks net, verzeils net. Dat de hoorn. Nou, tap is nog maar in één keer in haar op met het lepje. De verf van mijn bedshow speelt het soms dichterbij nou, als je denkt. Qua pilsgrager zonder zeikerij. Oordeel je, zonder te weten hoe het krijgt zit, kan heel gevaarlijk wezen. Hm?
Als het skeer haast, dan zullen we toch opvallen? Zou er nou net in je wijze iets zo opvallend is? En zouden we ook nog nijvraag naar die wijze? Ja, waar zou dat dan wel matten? De politie? Nou, hoor je daarop wacht, je matten? Ja, nee. Wist wat? Wij matten Bernd zijn kolombroeken. Die wordt een prote lezen en giet door de hele gemeente. Dat is een goed idee. Alsjeblieft. En smoor er net in. Krijgt als in je hem geliek, bedoel ik. Bed weten. Nou, Talita. Je bent de beurt. Het was wel de bedoeling, ja. Ik heb er nog over gebeld. Ja. Heb je een mooi weekend gehad? Ja, best genoeg. Eerst die om wel let, dan is het maar eens op tijd, maar nooit bijzonders, Bart. Nou, niet dat ik weet. Wanneer is hij klaar? Nou, jong. En ons manier wel. Ik bel even leven nadat het klaar is. Afgesproken. Oké. Doei. Hey, hoi. Net oor, jong. Net oor, jong, dat je hem hoen onrieden is en dat er afmaken worden moest toch een of twee stek ongeluk wat troorrieden is. Oh ja, bliksem. Ja, dat had geen doel. Zulke zaken docht de politie niet aan. Ja, dat is ik bij wie. Die had het er druk met bonsjes uit te schrijven van mensen die 5 kilometer te huren rijden. Ja, maar wat dan nog? Had de politie niet door hoe wij net stil te zitten? Wat zou je hem dan dwaan willen? Nou ja, waar weet dat die wat zoen? Ja. Maar dan hielden we dat al lang niet. Nee, ze is het net te gauw. Er ben ik nog mensen die niet zes als haar niet vregen werd. Nou, we kunnen min bij de dwaren losgaan om te vregen dat ik wat zoen had. Ja, dat is het. Daar is de man die wij hamatten. Nou, man, zes maar. Nou, tja. Vrouw Intema die had net een volle vertrouwen in de politie. Die docht dochs niet, denkt ze. Nou, dus willen wij bedwaan. En wat rol heen je van mij betaald? Doe mast in kolenbroeken. Doe mast een stikje schroeven het geval en dan mast die hutriders, die deerriders, die hufters zien aanpakken. En doe mast de meesten wijzen op haar sociale plichten. En dan mast een plan uitschroeven wat jongen had. Ja, ik maak dit, ik maak dat, ik maak heel dan net. Maar wat zullen we nou hadden, soms een pracht van een kans. Ik kist het er net voor omlezen, wo. Ik weet het net. Zoet maar wat doet Heldy. Ja, wat dan nog? Net zitten is altijd ik mis. Ja. Nou, ik zal die me omgeen letten, maar... Ik zei ze niet, want ik had er net volle verduzie. Nou, dan breek me de klompje. O, was altijd de bek vol uit de hut rieden en nou is dat je ze nu het. Bernd had eigenlijk zijn verstand gekregen. Nou, dan breek me de oorklomp ik nog. Ach man, je verrek het om eens om te haarkje. Je draait maar terug. Wiet is wiet en zwart is zwart. Maar ik zie één ding zeggen, hè. Er is meer gries op deze vrouw als alle wiet en zwart bij elkaar. Gij spreekt in raadselen, vrouw. Van de goeie versteen dan net beste, jongen, hè. Maar goed, ik heb er nog wel in. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Dat was not weef, Gary. Het wordt heet tijd van wat stevig gebeurd. Kom maar even mooi, succes. Mankementen gevonden? Nee, dat net. Waarom door is? Is er wat vrouwen de hond of zo? Nee, niet dat ik weet. Hoezo dat? Wist me zo zien. Tje, een beste doek. Wat bloed. Hier. Zeker een rat voor de auto gaat. Schijnt vaker te gebeuren. Maar wil de doek zitten? Of zeg maar voor het helle? Mooi, zo is het zelfs. Nee, die wil ik eruit hebben. Het liefst zo snel mogelijk. Kan dat vandaag nog? Nou, dat wordt net jij als na een week. Breng een man die maar even. Man die te mooi. Dan zullen we zien dat die jongens weer kleren is. Oké, okay, afgesproken. Zie ik je maandag. Oké. Okay. Doei. Hey, hoi.
even een vlekje wegwerken? Nee, rattenharen nou goed. Dat doe ik al. Oh, wie betekent zo'n rattenhondje? Jij denkt echt dat je maar alles kan zeggen, hè? Stront eigenwijs loeder. Maar als ik jou was, zou ik maar eens op mijn woorden gaan letten. Oeh, zal wel een woord net zijn. Ik ga wel hier wat anders te vertellen. Er zijn van die schreeuwlelijkers die wel eens mogen bedenken dat schreeuwen niet altijd helpt. Soms is wat stiller wat beter het devies. Schreeuwlelijkers? Waar raas je dan? Ga. Wat zou je daar met bedoelen? Ja. Wat stiller wat beter, zei de schreeuwlelijkert. En een siep is je kont in de brandnetels. Het deugt echt niet. Kost u mij die krant even aan? Hm. Nou, dan markeer je neer naar de hand, hoor. Oh, we hebben er een goed zin. Jij staat? Wat zou de bad wezen? Het is een politieauto. En die komt je wel vaker daar. Nou ja, ik word altijd zo zenuwachtig van een politie-sirene. Nou, ik niet. Ik denk dan altijd, zou er wat bad wezen? Hoe zou er nou wat bad wezen? Oh, gist naar je boeren? Of is dit even van mij bij busmiet? Jouw column. En hoe kist het zelf? Staat erin? Eén keer eerder. Weet je nog wat ik vanmorgen zei? Wat stiller, wat beter? Ja, dat wil ik nog wel. En dat van die schreeuwlelijkers echt nog wel. Die had ik dan nooit zien. Nou, neem in mij, was het. Eigenwijs, het is echt een ziekte waar helaas nog geen medicijnen tegen zijn. En zelfs is het zo zwart als een Turk. Nou, liet die Turken er nou maar boeten. Dat niet kleiner, dan kom maar bij het. Ik zei, dat zit mij, je zwarte meisje. Dat, waar is dat? Och, meisje, dan net zo'n nozel. Dat liet te verzeld. Daar wou ik het nou net over. Oh nee, maar ik wel. Wist u wat Benny mij verteld had? Nee, en kan ik niet schelen. Oh nee. En als ik dit nu eens vertel, dat Talita een doek in de auto had. En dat ze dit zo gauw mogelijk uithuilen wil. En dat er bloed en hiersporen op zitten. En dat ze dit eraf was. Wat zei ze dan? Mijn man draaf niet zo terug. Ik draaf niet terug! Talita draaf terug in de auto. Ze had eerst niet uitrijden. Nou, had ik al een bekeuring gehad. Maar houd er nou op. Donnie Kleine de kop op bed. Terwijl ophouden? Ze behandelt die hond als een hond. Ja, maar ik ken een hond. Ik kom hier nog als een hond behandel je net. Ze hebben zeker de sporen voor te werken. Komt het nou nooit een keer in die ballenkop op dat het misschien ik van één keer vol slaan mishaste? En nou wil ik er geen wet meer over jaren. Hoe zou ik het dan missen? Alles wie is in de rechter van Talita? Hé? Nee, maar er is één argument. Zet maar je zwarte meisje. Die Turk. Nou ja, iets wat te zeggen. Hé, hey, kreeg je die wat? Ik zou niet weten wat. Zo is het bijgelijks gaf ik in een doek in die auto, die tussen gauw mogelijk uit hadden we een mast. Wat bloedsporen. Hoe weet jij dat nou weer? Oh ja, natuurlijk. Benny. Twee handen op één buik. Maar je zit mis, Ben, baas. Je zit helemaal mis. Wat stiller, wat beter, weet je nog? Ja. De hele boel dorfpot in, hè, met die brat. Hm? Ze zouden jou in die pot moeten stoppen met een hunnebedsteen als deksel. Doe maar, doe maar. Is het nou zo'n toer om Tatiaan dat er wat verkeerd steen hast? Ach, en dan moet jij zo nodig zeggen. Oh ja! Nou, ik riep dit toch als een wordt van de auto, hè? Ik riep dit als een heel wiezeling, doe.
drukkut. Hé, jij bent de grote bandbaas, hè? Het levert standbeeld van voorbeeldigheid. Met een standbeeld, zo in was ik dit wel in. Maar achterlijke voer, lul dat je een bent, eigenlijk. En hoe is het niet? Ik ga met hier. Ik ga het beest door in. In uw auto? Jouwkje? Ik ga mijn oren niet talen haar auto. Die ik even leent. Ik wie haastig. Waarom bist je dat? Waarom? Die hond skeert in de decor. Ik had stuur nog omsmieten en toen jette ik een bonk. De schrik skeert me in de skonken. Toen werd hij niet in de krekkers. Als koek net meer rem je. En net was ik het niet meer. Ik kan nog in een spiegeltje, jongen, maar daar lag niet op het dieken. Dan ga ik mezelf voor de gek houden. Niet te zien, dus niet het bad. En doe wist van het begin dat jouw keer. Ja. Toen Benny me in de garage op die deuk wees, ja, realiseerde ik me dat Joukje mijn auto had geleend. En toen was toen Joukje... Ja, toen wilde ik Joukje beschermen, ja. Maar er was er weer één die zo nodig met zijn platpoten door de porseleinkast moest lopen. Die kolom. Die mag net pleest voor de bliksem. Wat een voortdaling achter moet. Bent. Bedoel je deze? Dan stoot hij er net op. Nee, soms doe ik ook nog wel eens een keer wat goed. Hè, baasje? Doe best een... pop. Ja. En Doek is daar een vrouw Intema. En biedt ze excuses om. Hé? Ze is dat ze de boel stilhouden, maar biedt haar naar je hoe nou weet ik het wordt. Wij kunnen er dadelijk in, denk jij nou, kom. Daar heb ik al geweest. Op Talita Ronin. De post. En opnieuw, Centraal Justitio in Casabrouw, Leeuwarden. Niet weer. Maar hij is voor paken. Ben je baas die het erop? Hé? Dat ken je het. Ik reed nooit eruit. Dit man verzinwijzen. Wat dom, paken. Maar dan staat hij toch echt Bentje baas? Wat stiller, wat beter, hè? Ben? Het